Goedemorgen, het is zaterdag en Mark is met de jongens naar een wedstrijd in Kokkengen en ik had besloten niet mee te gaan, want ik moest nog wat dingen doen. Ik heb gisteren boodschappen gedaan en nou, boodschappenfilmpje hebben jullie waarschijnlijk al gezien en ik was gewoon serieus de helft vergeten. Dus we gingen tortilla wraps eten en ik had, weet je, ik had van alles gekocht, maar ik had geen crème fraîche en ik had geen kidneybonen en ik had geen mais. Dus ik was heel veel vergeten, dus ik heb aan mijn schoonmoeder gevraagd of ik met haar mee kon, want zij ging gewoon boodschappen doen. Dus ik heb nog wat boodschappen gedaan. Ze heeft een visschotel besteld. Dus dat is zeg maar een extra snackje. Dus deze visschotel gaan we samen met wat brood en zo eten. En zeg maar, de vloe. Visschotel, burrito's, brood met wat smeersels. Dus we hebben wel genoeg te eten. Maar goed, ik heb dus weer opnieuw van alles gekocht. En het was gewoon een beetje, het is een beetje onhandig. Ik had nog wat beleg, was ik vergeten. Die Vivid, ik had één pakje gekocht. Maar ik, normaal als het in aanbieding is, koop ik er wat meer. Want Mika vindt het ook lekker. Ik had helemaal geen melk. Ik heb koffie met amandelmelk gedronken vanochtend. Nou ja, wat ik zei, kidneybonen en zo. Ik zag dit, de pulled chicken was met 35% korting. Ik vind het normaal veel te duur. Iets van 2,80 of zo. Nou, dat vind ik te bizar voor woorden. Maar nu was het 35% korting. Het is tot de 6e geldig. Dus ik had zoiets van, dan krijgt Mark dinsdag wraps met pulled chicken. Wat smeerseltjes, zoals ik al zei. Mika heeft Matteo getrokken voor Sinterklaas. En we hebben een Donald Duck Pocket gekocht. Hij wilde nog wat dingetjes, maar die zijn wat moeilijker te vinden. Nou, stokbrood voor zo direct eten. Crème fraîche, wat ik al zei. Krentenbollen. Thee was op. Dit is nog voor aankomende maandag. En brood. Even denken, wat wilde ik nog meer zeggen? De kinderen die hebben een feestje, dus ik heb geld gepind. Weet je, ik heb zo. Het is heel raar, want ik had het er al met mijn schoonmoeder over. Dat ik dit jaar echt best wel niet goed gepland bezig ben. En zij zei, ja, dat is heel vreemd. Want vorig jaar was je veel, veel stricter, zeg maar. Maar toen had je een baan. Ik zeg, nou, misschien kwam het daar dan door. En dan heb je weinig tijd. Dus dan moet je alles gewoon nog beter plannen. En nu had ik elke keer zoiets van, oh, kan misschien morgen, kan misschien morgen. Maar ondertussen heb ik besloten dat ik morgenochtend toch nog even naar de Action ga om de laatste dingetjes te kopen. Maar goed, nu kan ik het even loslaten voor vandaag. Wat gaat verder de dag brengen? Nou, de kinderen gaan dus naar een feestje. Mark gaat helpen met die kinderen naar een bepaalde locatie te brengen, want ze gaan bowlen. Als het goed is, komt hij dan terug. We hebben lampen gekocht bij de IKEA. Hier. Die zou hij eigenlijk gisteren ophangen, maar daar had hij niet zoveel zin in. Dus ik hoop dat hij het vandaag gaat doen. Vanavond gaan we een film kijken. Ik zit even te denken. Vanavond gaan we een film kijken. Het is niet film, familiefilmavond. Maar we gaan wel, als de kinderen thuis komen van het feestje en zo, lekker pizza's halen. En waarschijnlijk Twister kijken. Dat moet ik nog even met Mark overleggen. Maar waarschijnlijk wordt het die film. En Mieke, of Matteo moet zijn surprise nog afmaken. Dus het is een heel druk, drukke periode. Maar wel gewoon gezellig en leuk. En weet je, voor een goed doel. En ja, dat is nou eenmaal ons gezinsleven. Dit is ons leven. Welkom. Mama en papa zijn bezig met de lamp op te hangen. Met heel veel geluid. Dit is heel veel geluid. Oh, scherp stellen, scherp stellen. Oké. Okay. Ja. Zo. We zijn druk met de nieuwe lampjes bezig. Qua uiterlijk vind ik deze lamp natuurlijk heel erg cool en zo. Maar het is zo niet praktisch. En ik stoot continu mijn hoofd er tegenaan. En als je hem hoger hangt en je zit op de bank, dan kijk je recht die lamp in. Dus we hebben nu spotjes. Daar komen er 3. En hier boven de tafel komen er 5. En dan kunnen we er bijvoorbeeld 1 op het schildpad. Op het schildpad richten. Nee, een schilderij. En nou ja, tafel en dat soort dingen en zo. Dus, wat doe je dan als goede man? Wat doe je als goede man? Nou, schat, wat doe je als goede man? Doen wat je vrouw wil. En die zei? Mark? Doen dingen. Ga doen dingen. Ja, dus dan gaat man lief dingen doen. Nou, wat goed van je, schat. Hier zo. Oh. Kusje ervoor. Mag ik dan voor een vrouw liever in ieder geval een collar? Ja, hè?
Het is weekend, hè? Woep woep. Nou, het lukt dus niet. Hij hangt nog steeds niet, zeg maar. Mark is een beetje pissig. Weet je, hij is geen techneut. Maar in principe moet je wel gewoon een lamp kunnen ophangen. En dan is het systeem weer vaag en ingewikkeld. Dus hij weet nu niet of hij de lamp heeft opgeblazen. Omdat hij dus dingetjes verkeerd om heeft gedaan. Weet ik veel wat allemaal. Die andere lamp deed het ook niet. Weet je, het waren niet hele dure lampen. Maar waren ook niet hele goedkope lampen. Dus het is vervelend als die lampen nu gewoon kapot zijn. En daarbij vieren we morgen Sinterklaas. En anders hebben we geen licht. Dus schiet u lekker op. Dan gaan we vaccinelichtjes aandoen of zo. Ik weet het niet. Maar ja, Mark kan dan heel erg boos worden. En gefrustreerd vooral. En ja, ik snap dat wel. Maar goed, dus nog steeds geen lampen en het was zo leuk geweest als we gewoon de lampen hadden gehangen. We hebben een nieuw kastje en weet je dat het een beetje er weer aardig uitziet hier. Maar hè, dan wil het allemaal niet meewerken en dat is gewoon zo zonde, zo jammer. Want we doen wel gewoon ons best, weet je. Maar goed. Ben je boos? Nee, ik vind het wel irritant. Nou. Onze grote vrienden bij de... IKEA hebben gewoon een ding bedacht dat ontzettend fragiel is. Ik zei dat je wel boos was daarnet toen je er niet was. Maar je bent vooral gefrustreerd, toch? Ja. Oké. Okay. Krijg je nu een schok? Dat is niet. Want je hebt hem aangezet. Kan je hem even uit? Ja, schat, ik heb hem uitgezet. Oh, wacht. Ik heb mijn camera aangezet. Kijk eens, een mooie fruitschaal. Nou, ik ben weer met mijn lijstje bezig. Ik heb namelijk de nieuwe folder binnengekregen. En volgende week ga ik op budget. En een paar dingen komen wel heel erg goed uit. Want ik had bijvoorbeeld voor aardappels had ik gebudgeteerd 3 euro. Maar die is volgende week in de bonus. Dus ik betaal maar 1,85. En de worteltjes had ik... Dan krijg ik trouwens de tweede gratis. Maar goed, weet je, sommige dingen wil ik helemaal niet de tweede van gratis. Ik neem het wel mee hoor. Want dat zijn weer extra snacks. Dus die krijg ik ook de tweede gratis. Dat is 85 cent. En de koffie die ik had bedacht was 2,29. En daar krijg ik ook de tweede van gratis. En voor de rest ja, zit ik hier ook op de site te kijken. Van wat is nou, hè? Zoals hier zie ik pindakaas staan. En ja, pindakaas is 1,35 een pot. Dus dat ga ik kopen. En ik zit hier een hele lijst te maken. Zo, hier. Ik heb al een menu ook gemaakt en ja, we vinden het een hele ervaring. Ik vind het hartstikke leuk. Ik ben natuurlijk benieuwd. Morgen komen alle andere folders uit en dan ga ik kijken. Want zoals gehakt heb ik nog niet ingevuld. Want gehakt is misschien wel ergens anders in de aanbieding. En het ligt er helemaal aan hoe duur de gehakt is. Want we gaan een keertje hutspot eten. Want wortels en aardappels zijn in de aanbieding. Of ik bijvoorbeeld wel gewoon een rookworst koop van een of ander bepaald merk. Of dat ik er gehaktballetjes bij ga maken. Dus dat maakt allemaal uit. Ik zat het helemaal even op te schrijven. En dan ga ik straks alles bij elkaar optellen. En kijken hoe ik een beetje uitkom. Ik heb er ook wat snacks al tussen. Want ja, weet je, dat... Hij krijgt kopjes van jou. Maxje. Hai, mooie Max. Dag, mooie oude poes van mij. Ja, kom maar hoor. Dit is het enige wat hij ooit doet. Zien jullie dat? 1 poot, heel soms 2. Kijk. Maar hij zal nooit, maar dan ook nooit op mijn schoot komen zitten. Nooit. Het is wel heel erg. Hij heeft nu een neiging. Haal even mijn papiertjes weg. Want... Oh my god. Mark is Matteo ophalen. Die was op een feestje. Die is aan het bowlen. Ik ga om 5:30 Mika ophalen. Die is ook op een verjaardagsfeestje. En die, ik weet niet of ze weg zijn gegaan. Maar die hoeven we in ieder geval niet ergens anders op te halen dan bij die persoon thuis. En dan gaan we lekker pizza's halen. Het is gelukt. Jongens, kijk eens. Het is gelukt. Mark was vreselijk gefrustreerd. Echt waar. Hij is er heel lang mee bezig geweest. En dat, weet je, in zijn hoofd doet hij het allemaal goed en netjes. En weet ik veel wat er maar. Hij gaat op de folder zitten. When it fits, I sit. Dus dat. Maar goed, ik was dus even bezig. Want ik zag de folder, die was er gekomen. Dus ik denk, nou, gelijk even kijken. Ik vind het ook wel echt heel erg leuk om te doen. En ik besef me echt wel dat er mensen zijn die dit... elke week moeten doen en die dat dan ook helemaal niet meer leuk vinden. Want ik vind het nu leuk om uit te zoeken waar de aanbiedingen zijn, waar ik het beste wat kan kopen. Maar ik kan me heel erg goed voorstellen dat je er scheidsziek van wordt als je het elke week moet doen. Dus echt, dat besef heb ik heus wel. Lekker
lekker met pizza op de bank naar Twister kijken. Ja. Gezellig. Dag allemaal, ik ga lekker slapen en lezen eerst. Dus ik zie jullie morgen weer. Smile, feel pretty.